Vandaag gaan we een kleine challenge doen. De een vist met natuurlijk gekleurd kunstaas, de ander vist met felgekleurd kunstaas. Zo, daar zijn we weer. We gaan weer een dagje vissen. Ik ben wederom met Hugo. Het bootje staat er weer. We gaan hem even klaarmaken en het water op. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Zo, we zitten alweer op het water. Dat ging soepel. We hebben de hengeltjes alvast klaargemaakt. Bakje koffie erbij. En dan gaan we zometeen weer lekker vissen op snoekbaars. Voornamelijk target zal snoekbaars zijn. Ik denk dat we voornamelijk gaan verticalen. En misschien een dropshot hengeltje erbij. Misschien dat we ook nog wat willen werpen of pelagicen. Zien we wel even hoe de dag loopt. Het is in ieder geval wel een gruwelijk koude dag weer. We moesten vanochtend weer krabben. Het was gruwelijk koud, dus ik denk dat een trage aanbieding vandaag wel gaat werken. En vandaag gaan we een kleine challenge doen. Een leuke challenge, want het is altijd de kleurtjes van kunstaas is altijd een hot topic onder de snoekbaarsvissers. Dus we gaan vandaag gewoon een soort van steekproef doen. De een vist met natuurlijk gekleurd kunstaas, de ander vist met felgekleurd kunstaas. De vorm van de shad en de aanbieding en dat soort dingen, dat mag je allemaal zelf weten. Maar we gaan om het uur switchen. Ik begin met felgekleurd kunstaas. Hugo begint met natuurlijk gekleurd kunstaas. En dan gaan we kijken aan het eind van de dag. Dan switchen we dus om het uur. Dan gaan we kijken aan het eind van de dag. Of de natuurlijke kunstaasen of de felle kunstaasen in trek zijn vandaag. Dus dat is het plan. Gaan we eens even proberen. Op naar de eerste stek. En dan gaat de tijd in. De hengeltjes liggen in en het is 9:30. Over een uurtje wisselen van kleur. Ja. Dat is de eerste. Kijk. Nummer 1. Dat betekent 1-0 voor de felle kleurtjes. Deze pakte de Sick Vibe 21 gram koppie. In het felle groene Hot Fire Tiger. Super mooi visje. Gaan we snel terugzetten. Thank you.
Brown Bleak. Ik dacht gewoon dat ik eigenlijk vast zat aan de bodem. Een klein beetje verzwaring. Ik denk toch maar even tikken. Dat vind ik toch een leuk visje. Wauw. Wow. Dat betekent dat het 1-1 staat. En ik zag dat we nog een minuut of vijf hebben. Dus dan gaan we switchen van kleuren. Op het moment dat Simon zegt, let op, er ligt er eentje, pop! En daar is die. Dit is wel een mooi aanbeet. In de laatste minuut om te wisselen, toch nog eentje op een natuurlijk kleurtje. Ja, die had er wel zin in. Echt goed. Zo, uren zon, dus we gaan wisselen. Laatste visje op de natuurlijke kleur. 2-1 voor de natuurlijke. Voor de natuurlijke. En dan gaan we nu een ander kleurtje eraan knopen. Die moet wel lekker zakken. Kijk, zelfs op felle kleurtjes. Pakt hij ze gewoon. Eens even kijken. Waar had je hem op? Drie keer raden. Ah. De vibe. Brown chartreuse kleurtje. Ja. Altijd goed. Het is wel een beetje een mix tussen fel en natuurlijk, hè? Dat moet je wel toegeven. Ja. Lekker. Die ging hard. Lekker. Het felle aas doet het ook goed. Joh, kijk. Mooie vis. Kijk. Dat betekent 3 voor de felle kleur en 2 voor de natuurlijke. Mooi man. En weer terug. Even opnieuw driften. De eerste drift op deze stack die leverde direct 4 vissen op. Dat maakt nu een tussenstand van 3 vissen op de felle shads en 2 op de natuurlijke shads. We hebben nog heel even te gaan en dan moeten we weer wisselen van kleur. Dus we gaan de elektromotor er weer in doen en weer zakken. Valt ons op dat het water redelijk helder is. Een stukje helderder dan vorige keer dat we hier visten. En voor het snoekbaars is dat misschien niet zo heel gunstig. En je zou zeggen dat daarmee ook de natuurlijke kleurtjes favorieten zullen zijn. Maar goed, de tussenstand van 3-2 voor felle kleuren bewijst weer het tegendeel. Dus we gaan even lekker doorvissen en kijken wat vandaag de eindstand gaat worden. Zo, het uur is weer voorbij. Dat betekent weer over naar natuurlijke kleurtjes. Dus ik ga weer voor hetzelfde kleurtjes waar ik net de vis op ving. De Brown Bleak.
En ik mag weer met fel aas aan de slag. Yes! Ik heb op natuurlijk aas één aanbeetje gemist. Maar felgekleurde shirts hebben voor Hugo even drie vissen achter elkaar opgeleverd. Ik ga ook weer wisselen. En dan gaan we weer een nieuw uur in klokken. Nou, dat duurde ongeveer 1 minuut. Nou, als het geen 30 seconden waren. 1 minuutje bezig met felgekleurd aas en hangen. Kijk. Die moest ik graag hebben. Deze had ik op de steunhengel. Met gewoon een loodkop met een shed. De Sick Vamper. In het felle kleurtje. Een heel knap stoekbaarsje. Los! Vier tegen twee voor het felgekleurde aas vandaag. Kijk! Er komen mooie punten binnen voor team. Natuurlijke kleurtjes! Natuurlijke kleurtjes! Dat is wel mooier. Kijk! Net zoals bij de tandarts. Mooi man. Volgens mij wil die terug. Ja. Dat mag die. Wachten. Mazzel. Dat is 3 voor de natuurlijke en 4 voor de felle volgens mij, toch? Ja. Wachten. Dan zijn we aan het drillen. Yes. We kunnen er zo weer eentje bij rekenen voor de felle kleur. Even kijken. Oh, een licht visje dit. Kijk eens. Ja. Lichte kleuren. Heel mooi. Heel mooi, ja. Yes. Daar is die. Vis nummer 8 van vandaag. En het staat 5-3. Deze staat weer terug. Zo, het uur is alweer verstreken. Het staat inmiddels 5-3 voor de felle kleurtjes. En we hebben direct ook eventjes van plek gewisseld. We zijn even weer naar een nieuwe stek gevaren. Die gaan we gewoon weer switchen van kleuren. En weer een nieuw driftje maken. Zo, we zijn weer overgeschakeld op de felle kleurtjes. 5 minuutjes bezig. En dan komt de grootste van de dag aan. Dit is wel een monster, ja. Ja, dingen zien er goed uit voor de felle kleuren vandaag. Die lijken het toch beter te doen. Ja. Oh. Dus, tussenstand? Tussenstand is 6-3 volgens mij inmiddels. Ja. Voor de felle kleurtjes. En er staat weer een te drillen. Ik zeg nummer 10 van de dag. 7-3 voor felle kleurtjes. Alweer de grootste van de dag. Echt, het formaat daar. Steeds groter. Het formaat daar moeten we nog even over hebben. Huidige tussenstand is 7-3 voor fel aas. Maar ik vis weer met natuurlijk gekleurd aas. En dan hangt er weer een aan. Yo, mooie baars. Zo. Kijk. Dat was een hele mooie. Tellen die niet dubbel? Kijken. Supermooie vis. Kijk dan even. Wat een prachtig plaatje van een baars. Een prachtig praatje. Supermooi. Ja, dat is nummer 11. En dat betekent dat het 7-4 bestaat. Deze kwam weer zo. Hij moest hem ook hebben, ook zeg. Baars kleurtje. Een mooie baars erop.
zou die zijn? Die zal al 40 zijn, toch? Ik denk het ook. Net 40. 40, 41 misschien. Yes. Lekker. Het laatste uurtje is ingeslagen. Ik maak er nog even 1 of 2 driftjes op een laatste stek. En ik maak hem vandaag af met de felle kleurtjes en Hugo met de natuurlijke kleurtjes. Kijken of we de eindstand nog even iets kunnen veranderen. Kijk, Hugo is goed werk aan het leveren voor Team Natuurlijk Aas. Ja, dat is de mooiste van de dag. Hoe die gaken. Oh, heerlijk dat water dan in je mouw loopt. Yes, nummer 12. Dat is dus 7 tegen 5 nu. Ja, doe je goed. Prachtige vis. Snel nog even een plaatje maken. Een monster. We van de monsters vandaag. Dit is nummer 6 op een natuurlijke kleur. En we hebben er 7 op een felle kleur. Hier de doorslaggevende vis hebben. Wat gaat er boven komen? Juist. Mooie rugvin heeft hij. Kijk dan. Ik weet niet wat daar is gebeurd. Maar het is nummer 8 voor de felle kleurtjes. En ik denk mijn mooiste. Kijk nou, ik heb mijn kusje wel. Yes. Eind 50, misschien al 60 of zo. Ja, zeker. Mooie vis. Snel een klein plaatje maken zo. Waarschijnlijk de laatste van de dag. Ik denk het wel. Lekker man. Net op het moment dat we denken dat de laatste vis gevangen is, wordt er toch nog weer eentje op de natuurlijke kleur. En dat op met weinig licht. Ja, misschien is dat toch nog eventjes een trigger voor die vis om te gaan bijten. Hop. Zo. Nou, komt natuurlijk toch wel dichtbij. Blijven we toch nog op één verschil staan. 8 tegen 7. Lucky. Ik heb net precies mijn vis erin gezet. En Simon staat er weer te drillen. Het lijkt dat het in het schemertje even losgaat. Nummer. Ik weet het al niet eens meer. Dit is nummer 9 voor. Ja. Fel gekleurd aas. En 7. Dus dat betekent nummer 16 van de dag. Hele keurige stand. Hij moest hem wel graag hebben. Zo, de eindstand. We deden vandaag fel versus natuurlijk gekleurd kunstaas. En zoals jullie hebben kunnen volgen, was het felle kunstaas iets meer in trek vandaag dan het natuurlijke kunstaas. Het scheelde niet veel. Ik moet zeggen dat ik het verschil wel groot had verwacht. Ik had zelf vooral heel veel vertrouwen in het felle kunstaas, maar ook op natuurlijk gekleurd kunstaas konden we een paar mooie vissen vangen vandaag. Uiteindelijk eindstand? 7 tegen natuurlijk tegenover 9 vellen. Dus dat betekent 16 vissen met een paar mooie vissen erbij. Gewoon ook weer een heerlijk dagje op het water. Maar nu wordt het echt heel erg koud. We gaan lekker weer traileren. Op naar huis, op naar een volgend avontuur.